Vincent, ongelooflijk jammer. Waar bouw je nou het meeste van? Ja, van mijn eigen niveau. Het was gewoon niet goed vandaag. En dat, daar baal ik het meeste van. Ik heb heel hard gewerkt en om een bepaald niveau te krijgen. En dan met vlagen lukt het wel, maar het was over het algemeen gewoon niet goed. Vaak ook de eerste trippel die er dan niet in zit, dat werkt dan natuurlijk ook door in je hoofd. Ja, mijn eerste pijl. Dat zeg ik elke keer hier al tegen iedereen daar. Mijn eerste pijl was dramatisch. En dan, de ene keer zat hij heel mooi in de triple 20 en de andere keer dan zat hij bijna tegen de top staan. Dus ja, dat betekent gewoon dat, dat het gevoel niet goed is. En dan, dan is het heel hard werken. En ik heb er alles aan gedaan. Ik heb geprobeerd. Ik heb in het begin rustiger gegooid. Ik heb sneller geprobeerd. Ik heb geprobeerd om meer tijd te nemen. Ik heb alles gedaan, maar ja, ik denk op de vijfde set verlies ik hem gewoon en daar moet ik gewoon toeslaan. Ja, vooraf gaande de wedstrijd, na je vorige wedstrijd, zei je van ja, ik moet in het begin moet ik er staan. Maar eigenlijk gebeurde het tegenovergestelde. Ja, in het begin stond ik er zeker niet, nee. Maar hij was in het begin ook gewoon beter en dat maakt niet uit. Maar ja, er zat geen gevoel in, weet je. De eerste pijl moet zitten en dan moet je die kunnen gebruiken. En dan moet je op een gegeven moment het gevoel krijgen, oké, ik zit in de wedstrijd. En zelfs dat ik 2-2 stond, had ik niet het gevoel dat ik in de wedstrijd zat. En het was gewoon zo gevecht met mijn eigen. En dan, dat maakt het heel moeilijk. Maar er moet wat gebeuren. In ieder geval met de setup van mijn pijlen of wat dan ook. Of soepeler gooien. Maar er moet wat gebeuren. Maar halverwege de vijfde set, waarbij je toch een beetje momentum had overgenomen, kwam er ook nog steeds niet het geloof dat er misschien toch wat te halen viel vandaag? Oh ja, ik heb wel geloofd. En geloof was wel om te winnen. Alleen, ik wist dat het tot het einde een marteling ging worden. En dat was het ook. Ik gooi twee keer 25 uit, die gooi ik op ritme. En ik sta op 47 en dan zit hij naar die kant. En ik denk dat ik hem iets te snel gooide, maar ja, dat zijn kleine details wat ik dan fout misschien gedaan heb. Maar ik geloofde wel in de winst, maar ik wist wel dat het gewoon niet goed was vandaag. En over 2 weken misschien nog positieve dingen die je dan nog uit deze wedstrijd kan halen? Misschien wel. Op dit moment kan ik niks positiefs opnoemen. Het was gewoon een gevecht en ik vind ook gewoon dat ik dat ik mezelf een beetje in de steek gelaten heb vandaag. Ja, misschien dan dat jij, wat je net zegt, het was een marteling. Dat je misschien ondanks die marteling dan toch nog terug hebt gevochten in de wedstrijd. Dat misschien nog een positief puntje is dat je dan mee kan nemen naar 2023? Ja, dat misschien wel, ja. Ik ben blijven vechten tot het einde. En ik heb niet opgegeven. En na 2-0 heb ik me goed teruggevochten. Maar uiteindelijk telt de winst. En dat was het niet. Dus ja, wat wil je eruit halen? Op dit moment valt er niks positiefs uit.